Supporters van FC Groningen zagen hun club gisteravond in de Euroborg met 4-2 van Partizan verliezen. In Belgrado speelden de Groningers voor het eerst sinds 14 jaar een wedstrijd in de UEFA Cup, waar ze werden gesteund door enkele honderden supporters. Thuisgebleven fans konden de wedstrijd op de videowalls in de Euroborg volgen. De opkomst was behoorlijk en vooraf waren de supporters van FC Groningen optimistisch gestemd. Ik denk zelf dat Groningen heel goed gaat spelen. De vorige keer is het ook goed gegaan, alleen ja, helaas, de uitslag was niet om na te juichen. Alleen ik denk dat Groningen wel heel goed gaat spelen en dat ze het ook kunnen gaan winnen. Ik hoop toch eigenlijk wel op een gelijk spelletje. Als ze dan wel verliezen, laat het dan in ieder geval iets met 1-0 zijn, zodat ze thuis die kunnen afmaken. We hopen dat ze daar een gelijk spelletje weten te halen. En met mijn groen-witte hart durf ik toch op 1-1 te hopen. Groningen leek op weg naar een flinke afstraffing toen het na de eerste helft met 3-0 achter stond. Ja, dramatisch. Echt kloot, hè? Ja, het is echt rommelig. Maar de leiding is vooral slecht. Die grenzen, lang of die omgekocht is. We houden het vertrouwen erin en hopen dat Groningen toch nog 1 of 2 doelpuntjes kan zetten. Daar geloof je ook wel in? Ja, tuurlijk. Echte Groninger, daar geloven we wel in. De wens van deze supporter kwam uit. Door de doelpunten van Vlederus en Suarez hebben de supporters van FC Groningen nog steeds hoop op het behalen van de volgende ronde. Tweede helft nou, een stuk leuker dan de eerste helft natuurlijk. 2 keer gescoord, dat is altijd mooi. En ja, nog redelijke uitgangspositie bij al door die 4-2. Tweede helft is Groningen altijd beter. Gewoon mooi resultaat. 2-0, ja. Het komt allemaal door die stomme door die vervelende scheid. Nou, dat buitenspel, 16 keer buitenspel afgefloten. Nou, ik geloof dat de helft ervan maar echt buitenspel was. Een dikke heksenketel hier volgende keer. En ze halen het gewoon, ik weet het gewoon zeker. Hoe wordt het? Ik denk 3-0 voor Groningen. Op 28 september is de return in de Euroborg en zal Groningen nog flink zijn best moeten doen om de volgende ronde te halen.